Hey toppers, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van mij. Vandaag hebben wij weer een sketch. Nee, wacht even. Hey toppers, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van mij. De komende tijd ga ik proberen om langere en betere video's te maken. Speciaal voor jullie. Wil je dat nou niet missen? Vergeet dan eventjes niet te abonneren. En natuurlijk eventjes een likeje achter te laten. Dan gaan we nu door naar de sketch. Veel kijkplezier. Jongens en meisjes, morgen is het weer tijd voor spreekbeurten. Er zijn morgen twee kindertjes aan de beurt en hopelijk weten deze kindertjes dat ze morgen aan de beurt zijn. Ja, ik ben sowieso aan de beurt, meneer. En mijn spreekbeurt gaat over spinnen. Zal ik de mijne morgen meenemen? Nee, hou je spin maar lekker thuis. De vorige keer was die ontsnapt. En de andere kandidaat? Teun? Oh ja, Rudy. Teun! Wat is er? Ik las zo lekker. Jij hebt morgen een spreekbeurt, hè, Teun? Huh? Wie? Ik? Nee, die andere Teun die hier in de klas zit. Oh, dan is het goed. Nee, jij, Teun? Oh, hè? Ik toch wel. Weet je, wat is het nou? Jij hebt morgen een spreekbeurt. Waar gaat die over? Shit, ik hou mijn spreekbeurt over... watermeloenen. Oh, oké. Ik ben heel erg benieuwd naar de spreekbeurt over watermeloenen. Waarom lacht u zo raar, meneer? U lacht echt als de duivel. Oh, niks hoor. Tot morgen, kindertjes. En succes met de spreekbeurten. Oh, shit. A few moments later. Pap, ik heb morgen een spreekbeurt en je moet me echt even helpen met oefenen. Tuurlijk zo. Je vader was altijd supergoed in spreekbeurten. Waar gaat jouw spreekbeurt over? Raad maar. Het heeft te maken met hele grote, ronde, stevige dingen die je zo in je handen vast kan houden. Oh, heb je misschien nog wat meer tips voor mij? Ze hebben vlees van binnen en ze kunnen zo groot zijn als een meloen. Oh, ik krijg het wel een beetje warm hier. Heeft het ook verschillende maten? Ja, jeetje pap, ze zijn inderdaad allemaal in verschillende maten. Ze zijn natuurlijk niet allemaal even groot. Oh, ga je het hebben over... watermeloenen, pap! Oh, natuurlijk, watermeloenen. Dat dacht ik al, hoor. Nou, fijn. Daar ga ik. Mijn spreekbeurt gaat over watermeloenen. Wist je dat de watermeloenen... Kan je niet beter gewoon beginnen met een mooi verhaal? Laat me nou gewoon even mijn ding doen, pap. Oh ja, sorry, tuurlijk. Ga je gang. Oké, fijn. Wist je al dat watermeloenen dus een rokerige smaak krijgen als je ze op de barbecue legt? Kan je niet beter over de historie van de watermeloenen beginnen? Pap, hou je mond! Ik zit midden in mijn verhaal over deze grote, vlezige dingen. Oké, ik zal mijn mond wel eventjes gewoon op slot doen. Fijn. Dus, de watermeloen... Misschien moet je je hand... Oh, laat maar! Ik heb helemaal niks aan jou. Ik zoek morgen zelf al uit. Oh, oké. Nou, succes zo, lief. The next die. De sol eten spinnen insecten op. Door middel van hun scherpe tanden die zo in een prooi zitten. En dan spuiten ze wat het gif erin. Oh, dan heb ik als laatste nog een verrassing voor jullie allemaal. Oh nee. Ik heb hier allemaal beetjes die voedsel zijn van de spin. Wie wil er een beetje proberen? Ik heb hier een kakkerlak. Ik vind ze altijd heel lekker op mijn boterham. Oké, zo is het wel weer genoeg geweest. Ga maar weer zitten. Bedankt voor deze bijzondere spreekbeurt. Oké, is goed. Dan eet ik ze wel lekker zelf op. Goed, de volgende is aan de beurt. Teun, kom maar naar voren. Oké, daar gaan we. Je kan het, Teun. Kom op, Teun. Hey, Miel, hou je kop. Oké. Let's go, je kan het. Oké. Succes, Teun, je kan het. Oké, jongens, mijn spreekbeurt gaat over meloenen. Watermeloenen toch, Teun? Oh ja, watermeloenen inderdaad.
waren ze hen dan je watermeloenen? Nou, hier, denkbeeldig in mijn handen. Wie heeft er nou nog nooit een watermeloen gegeten of gezien? Oh, dat verbaast me ook weer helemaal niks. Je ziet er ook niet uit alsof je meloen eet. Doe eens aardig, Teun. Dat zeg je toch niet? Mijn moeder zegt dat ik geen watermeloenen mag eten. Anders krijg ik een waterhoofd. Zie je wel? Oké, goed. Ga maar door. Oké. Watermeloenen zijn groen van buiten en rood van binnen. En dat rode noemen ze vruchtvlees. Huh? Verder zijn watermeloenen een bron van vitamine anus, ik bedoel vitamine A en C. U kijkt op uw hand. Bent u aan het spieken? Oh, nee hoor. Laat eens zien dan. Dat kan je niet maken, Teun. Oh, jawel hoor. Gewoon met een stift schrijven op je hand. Naar de directeur toe. De spreekbeurt is voorbij. Goeie spreekbeurt. Stil, Emiel. Oké. Oh, moet ik de spreekbeurt voor de directeur doen? Nee, dat hoeft niet. Ah, gelukkig. Oké.